Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 22 My Team Career Mode. Mijn naam is Gianan Schraven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 25 alweer hier in Spa-Francorchamps. Het wordt tijd voor om te onderhandelen met Oscar Piastri. We komen net tekort voor het aantal geld, zie ik. Dat had u echt niet verwacht. Ja, $300.000 missen wij helaas om Piastri weer veilig te kunnen stellen voor de tweede seizoenshelft. Maar we kunnen het gewoon alsnog proberen. En als hij niet accepteert, dan moeten wij op zoek naar een vervanger helaas. Wie dat is, dat volgt zometeen. Jammer dat Nick de Vries hier niet bij zit. En ja, dan zijn we aanbeland bij de rijdersmarkt. En dan gaan wij voor Richard Verschoor. We gaan proberen een Nederlandse line-up ervan te maken. Bieden $1.5 miljoen salaris. En dat heeft hij geaccepteerd. Richard Verschoor maakt zijn debuut hier in F1 22. Voor het eerst staan er 3 Nederlandse rijders op de grid. En wat leuk, Verschoor deelt zijn initialen met Verstappen. Beide heten VER hier in het spel. Dus geen verwarring daardoor. Hoop ik dat we dat zien te kunnen voorkomen. Maar goed, heb je die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien? Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en zie je die video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer. Terwijl we lekker doorgaan met de Pirelli Hot Lap Challenge. Het is een rivaliteit. We moeten het opnemen tegen een oude Formule 1 coureur die in F1 2017 ook deelnam. Goed verhaal. En proberen hier die 3 races te winnen. Dan hebben wij voldoende cash weer binnengeharkt om verdere updates aan de auto te kunnen doen. Pakken daar helaas een track limit. En dan komen we aan bij start-finish. En het is ronde nummer 1 voor ons. Goed gedaan. Het is ronde nummer 2 van 3. En ook die ziet er heel goed uit. Justin Tremblay is de andere rijder. Die kennen jullie, of die ken ik, van F1 2017. Van de klassieke auto's, daar zaten een aantal AI-rijders in. Zoals Mary Lawson en Noah Visser. Ja, en ronde nummer 2 is ook voor ons. 2 uit 2. Nu zorgen dat die laatste ronde ook voor ons wordt. Ja, daar ziet het er wel naar uit. Alhoewel Tremblay heeft zich niet gewonnen. Gaan daar iets te wijd bij die bocht, maar ik denk dat het hier dan al gedaan is. Ja, want wij blokkeren hier de apex en Tremblay kan er niet langs. En het is dus 3 uit 3. Jazeker, goed gedaan. Sponsorgeld weer binnengeharkt. We krijgen dus inkomen. Goed gedaan. 100k erbij. En 1k acclaim. Mooi. Top. Dus dat kan ons wat meer naar voren zien te brengen. Maar goed, ik ga even verder met mijn verhaal. Heb je die vorige race in Hongarije gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Spoiler alert. We pakten daar onze derde achtereenvolgende puntenfinish. Hopelijk kunnen wij deze lijn voortzetten in Spa-Francorchamps. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneer vooral voor meer wekelijkse Formule 1 content. En schakel ook gelijk dat belletje aan. Dus er geen enkele race meer van mij mist. Volg me even op de sociale media. @GierlandSchouden op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. Dus op naar de kwalificaties voor aflevering nummer 25. Daar gaan we dan. Dan zijn we aanbeland bij Q1. En dan gaan we kijken wat het gaat worden. Hopelijk kunnen wij doorkomen naar het tweede kwalificatiedeel. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. We moeten gewoon afwachten wat er gaat komen.
Er gaat in ieder geval regen komen. De vraag is alleen wanneer. Eerste bocht nemen wij heel erg goed. Komen we aan bij het laatste deel van onze eerste run hier in Spa-Francorchamps. Perez met de snelste tijd. Sainz pakt hem af en wij noteren een derde tijd. Jazeker. Goed gedaan. En dan zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. Als ik dat goed zeg. Ik weet het trouwens niet zeker, maar goed. We hebben nog geen rondetijd gezet. Ja, dit is het tweede kwalificatiedeel. Ik zeg het toch goed. Weer die eerste bocht nemen wij heel erg mooi. En dan komen we alweer aan bij het einde van onze eerste run in Q2. Die laatste bocht heel mooi genomen. En dan laten wij een tweede tijd noteren. Jazeker. En dan is het einde... Q3. Einde kwalificatiedeel. Laatste kwalificatiedeel is het eigenlijk. Q3 dus, het begint hier te regenen. En gaan proberen om toch nog op de softbanden kijken. Ja, te proberen of dit een snelle run wordt. De eerste bocht missen wij wat de apex, dat is jammer. En dan komen we aan bij het einde van onze eerste run in Q3. En dan is het kijken wat deze rondetijd gaat worden. Lewis Hamilton pakt voorlopig de pole position hier in België. Blokkeren de banden. En komen aan bij start-finish. En dan is dat een vijfde tijd. Dan ga ik er nog een keer uit op de intermediates. Kijken of wij ons kunnen verbeteren. We staan op dit moment op een tiende plek. Is heel erg goed, maar ik verwacht ook geen verbetering eerlijk gezegd. Waarom? Ja, we kunnen niet harder, want we rijden op intermediate helaas. Nog ongeveer een minuut op de klok. Gaan daar een beetje wijd bij Puhon en missen daar gewoon wat tijd. En ik duik ook naar binnen aan het einde van deze ronde. En daar helaas een klein overstuurmoment. Dat worden er 2, 3. En dit was een beetje dommigheid van mij. De auto kwijtgeraakt. Gele vlag wordt gezwaaid. Ik wacht even totdat die Red Bull ons is gepasseerd. Verstappen was dat volgens mij. En dus kunnen wij onze weg vervolgen. Maar de tijd zit erop. En dan staan wij op een tiende plek. Jazeker, goed gedaan. Is het op naar de race voor aflevering nummer 25. Daar gaan we. Welcome along then to the Belgian Grand Prix. The race that gave us the maiden victory to the Jordan team in 1998, and in the same team, the phenomenal debut of a young Michael Schumacher. There's always something special just around one of the many corners of this fan favourite circuit. Spa-Francorchamps today, a circuit that spans 4.35 miles. There are tons of elevation changes along the way too. 19 corners making up this circuit, with 9 of them to the right and the remaining 10 to the left. This track is a great one for fans of pure speed, and the average lap speed comes close to a whopping 145 miles an hour. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position. And starting next to them is George Russell. Looking at the rest of today's grid, we have Perez, Norris, Charles Leclerc, and Ocon, Fernando Alonso, Verstappen, the Professor, and Daniel Ricciardo. Albon, Sainz. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Yuki Tsunoda,
and Mick Schumacher. Gasly, Tickton, Guan Yu Zhou, and Lance Stroll. Latifi, Richard Vachon, Magnussen, and Robert Schwartzman. That's it then. It's time to go racing as we head down trackside for today's race. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box, and it's fantastic to have you here with us today. But I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Dan zijn we inmiddels aanbeland bij de race. We nemen extra brandstof mee om wat harder kunnen pushen. In één stopper, medium hard is de strategie. Geen regen voorspeld. We gaan ons opmaken voor de formation lap. Starten dus vanaf een achtste positie. Mensen hebben gridstraffen gepakt. Dus wij zijn twee posities omhoog geschoven, want we kwamen vanaf een P10. Alles goed proberen op te warmen, zegt de ingenieur. Komen we aan bij het einde van de formation lap. En dan gaan we 22 rondes lang knokken voor wat we waard zijn. Kunnen wij naar de punten rijden? Kunnen wij dit vasthouden, die achtste positie? We gaan het allemaal meemaken voor de grote prijs van België. En dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 25 van F1 22 My Team Career Mode. We starten dus vanaf een P9, geen P8, maar een P9 op de grid. De lampen zijn uit en we zijn onderweg en we hebben flink wat wielspin te pakken. En daar gaan mijn posities die ik heb goed gemaakt door die grid penalties. Zakken terug tot een P13, maken een divebomb naar Albon. Zitten daar een beetje klem, maar het is geen probleem. En Albon heeft daar een betere exit. Wij proberen hem daar af te knijpen in richting Oroes. Lukt helaas niet. En ook Ricciardo profiteert mee. Maar die raakt ons daar in Oroes. Ricciardo geraakt en zakt heel ver terug. De Australiër zakt terug. Wij zakken terug tot P14 helaas. Geen goede start. En ook Guan Yu Zhou zit misschien te kijken voor een aanval op ons. Kijk naar de buitenkant. Lukt daar net niet. Een dramatische start. En Zhou heeft ook een 5 seconden tijdstraf opgekregen voor inhalen onder geel, denk ik. Maar dit is jammer. Wel misschien aan de buitenkant van Gasly proberen. Jazeker, aan de buitenkant van Gasly. En dat lukt. Dat is P13. 1 plekje gewonnen. Maar wel jammer van die start. Heel erg jammer. Aan boord bij Ricciardo. Hij probeerde daar Stroll af te knijpen. En dan is het Ricciardo die kijkt op een plek die er niet is en raakt daarmee de muur in Oroes. Hij heeft mazzel dat hij niet uitvalt. Want het was een flinke klap geweest. Einde ronde nummer 1. Proberen we te kijken bij Kevin Magnussen aan de binnenkant. En dat lukt. Dat is P12. Lewis Hamilton noteert de snelste race ronde met een 1.51.1. En we zitten in ronde nummer 2 van de race. En Magnussen kijkt terug in La Source aan de binnenkant. Maar dat lukt niet. We laten hem staan en dat is nog steeds P12, maar Magnussen kan hier kijken richting Oroes. Zet hem ernaast, maar heeft daar net niet voldoende snelheid om hem ook echt voorbij te zetten in Oroes. Want hier op Campbell Street moet het gaan gebeuren voor Magnussen. Hij zit eraan te komen aan de buitenkant. En daar zit ook gelijk Gasly. Driedik lukt daar niet en Gasly raakt Magnussen. Vorige race was het Tickton en Gasly die elkaar raakten. Nu is het Gasly en Magnussen of Schumacher volgens mij. Het was Mick Schumacher. Excuseer, Mick Schumacher viel ons ook aan. Terwijl je daar even Sainz raken op de achterkant. Hebben daar wel met Yuki Tsunoda veroverd. Het was Mick Schumacher, want Magnussen rijdt in de Williams. Excuseer daarvoor. We zitten in ronde nummer 3 van de race. Dit is in ronde nummer 13 van de wedstrijd. Iedereen is al naar binnen gedoken. En daar zit Charles Leclerc aan de binnenkant. Jazeker, aan de binnenkant. Ik wou zeggen buitenkant, maar het is de binnenkant
van Campbell Street heeft ons ook geraakt en is al naar binnen gedoken voor zijn laatste pitstop. Wij moeten dus nog naar binnen. En gaan dus in ronde nummer 13 naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Gaan dus naar de harde band en hopelijk komen wij goed terug op het circuit. Klein beetje die muur daar geraakt, maar geen schade aan de auto. Dat is goed om te zien. Gat naar Leclerc is 15e, 14e ongeveer. De Ferrari coureur heeft de versere banden, heeft de snellere auto. En dan verwacht je ook wel dat hij ons zo meteen voorbij gaat. Wij proberen hier nog van alles te doen om en niet voorbij, om Charles Leclerc en niet voorbij te laten. Russell naar P3, Perez op 4, Hamilton 5. Daar komt Leclerc. Zit hier een beetje klem. Probeer het aan de buitenkant. Dat lukt, maar we remmen laat. En moeten trouwens toch naar binnen. Jazeker. Hebben Leclerc wat pijn gedaan toen wij naar binnen doken. Hopelijk wordt dit een goede pitstop. En komen wij hopelijk ook goed terug weer het circuit op. Het zou mooi zijn als dat gaat gebeuren. Albon passeert ons. Prima pitstop, 2,4 seconden en gaan dus naar de softe band. Wij hoeven dus niet meer naar binnen en hebben een versere set banden op onze auto geschroefd. Het gat naar Albon is 4,8 seconden. 5 seconden en hopelijk kunnen wij dat nu dichtrijden. Met nog ongeveer, wat is het, 7 rondes te gaan. We moesten daar even de concentratie hoog houden. Waarom? We raakten daar de bandenstapel en het grind. Terwijl het geel is op Campbell Street. Er valt iemand stil. En dat is Robert Schwartzman. De Russische coureur moet hem helaas staken in de grote prijs. Hij reed al niet in de punten, maar goed. Nog steeds erg in ronde nummer 19. Nog 3 rondes te gaan in de race. Gat naar Albon is 3,7 seconden. Wij kunnen dat denk ik niet meer dichtrijden. Dus ik ben bang dat wij helaas weer buiten de boot gaan finishen. Op een P11. Het is nogal jammer. Herhaling wat er is gebeurd met Robert Schwartzman op Campbell Street. Hier is het helaas gedaan. De Ferrari motor begeeft het. Weer een Alfa Romeo met problemen. En jammer voor de Russische coureur. Dit is ronde nummer 21 van de race. Nog 2 rondes te gaan. Wij rijden nog steeds op een P11. Als het geel is. Het is daar geel in sector 3. Er rijdt iemand langzaam. En er gaat iemand uitvallen. En die rijdt in de punten. Dat is George Russell volgens mij. Die gaat uitvallen in de race. Jazeker, George Russell. De Mercedes motor laat Russell in de steek. En wij profiteren maximaal van die DNF. We rijden in de top 10. We hebben een punt achter onze naam als het zo eindigt. Hopelijk moeten wij Yuki Tsunoda nog even zien af te stoppen. Als dat lukt. Maar rijden in ieder geval in de punten. P10. Met enige mazzel, maar goed, je moet er zijn. En dit keer zijn wij er. Zitten we in de laatste raceronde van de wedstrijd. En hier een herhaling wat er is gebeurd met George Russell in ronde nummer 21. Is het ook een motorisch probleem? Jazeker. Een motorisch probleem bij George Russell. Ferrari en Mercedes krachtbron zijn niet zo betrouwbaar. Jammer voor de Brit, moet daar even oppassen vanwege Lewis Hamilton en daar een McLaren rijder. En hij stopt hem hier bij een Marshall. Het is wat het is. En dan zitten we in de laatste ronde van de race. Charles Leclerc gaat hier de wedstrijd winnen. Gaat naar Tsunoda is 17e, dat redden wij mooi. En toch pakken wij op de valreep een punt. Ongelooflijk, het is 4 punten finishes op een rij.
goed gedaan is op naar de volgende race. En dat is in Zandvoort. Well, what a drive that was to take the win for Ferrari today. Talk to me, Ant. What was it that set them apart from the competition today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Ferrari are at it again. An excellent performance at today's Grand Prix. And they're certainly a team that know what they're doing out there. Nou, hier benoemd is de uitslag van de race in België. Charles Leclerc wint dus alweer een wedstrijd. Perez na P2, Hamilton op het podium. Norris 4, Alonso 5, Verstappen 6, Sainz 7, Ocon 8, Albon 9. En wij pakken dus dat laatste punt. Mede dankzij een mazzeltje door George Russell zijn uitvalbeurt. Maar we hebben daar gewoon schijt aan. En twee uitvallers volgens mij. Jazeker, Russell en Schwartzman. De schoor op P20 in zijn debuutrace. Start als 20ste, geëindigd als 20ste. En wij moeten helaas een plekje afstaan aan Alonso. Staan dus 10e in het coureurskampioenschap en 6e in het constructeurskampioenschap. Jazeker, dus een goed seizoen voor ons tot nu toe. Misschien behouden wij Richard Verschoor wel ook voor seizoen 3. Misschien gaan we iemand anders nemen. Zien we allemaal voor het einde van het seizoen. We hebben flink wat sponsorgeld binnengeharkt. Jazeker, $437,800 door de sponsoren. Ik heb helaas wat schade gereden, 50.000 dus erbij. In totaal brengt dat ons op $3,64 miljoen. Goed gedaan. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content en reageer wat er verbeterd kan worden op mijn video. Volg me even op de sociale media. Mijn gebruikersnaam staat in de beschrijving. @GiananSchouten op Instagram, Twitter en Facebook. Dit was Gianan mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. We gaan verder met meer Formule 1 content. En gaan we door voor onze thuisrace in Nederland. Oh my god, oké, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Wait. Everybody calm down.